hij het opzeggen? Oh. Ja, man. Ja, dat is niet. Ja, dat is niet. Ik heb het gewerkt, Ik ga je aan de hand. Ik ga Malami. Dat is Sakila. Sanbona. Sanbona. Ja. Kopie. Siapila. Wat doe je nou, mam? Mam. Siapila. Siapila. Ninjani. Yebo. Wat ga je nou doen, Sanbona. Yebo. Yebo. Sanbona. Yebo. When you say Sanbona, every time you say Yebo. When you say Ninjani, you say Siapila. It means you are fine. Sanbona. Yebo. Mama. Uzophindela engqoleni. Nikamgapi? From Holland. Niphuma Holland? Nonke. All together. Oh, Lunga Singa Balega na Moza no Moza. How are you? I'm very well. How are you? My name is Nomosa. I am your guide to take you into our village. We shall beat the drum first. It is our traditional telephone. In the village, they beat the drum back to us. That means we are welcome. Jullie snappen het? Ja. Allemaal? Nee. Goed. Die trommel wordt nou eerst geslagen, dan horen ze het in de homestead of die village. En dan antwoorden ze terug. Dit is het type van een communicatie om te zeggen wij zijn hier, zij bij welkom en dan zeggen jullie ze dat. Ja. Dat is die buitengrens, wat zo van de grens, zo van de hekjes, wat van de boomstammen gemaakt is. So this type of a fence keeps the animals away and also to show that there is people living in there. Ja, dit is die veerkraal wordt ook zo gemaakt, maar dit houdt dan beesten uit. En vooral hier is het dan nou om bewoning te wijzen, hier woonden de mensen. Afrasten. Ja, ze afmaken. En over there it's the gate, is sango, closed with the sticks. Ja, de poort is daar en dat is dan nou gesloten. Ja. Zeg, collega Kai. Siapela na te siapela ko. Please let us go. Jullie kan binnen, daar ben ik. Volgt die mevrouw? Sanibona.
Yebo, yeah, sanibona njani? How are you and your answer? Siyaphila. Siyaphila. The stones to make it flat and sharp as the young Zij is bedekt, zij is een gejude vrouw daarom. You can see the type of a head. In the olden days, in vroegere dagen is die hoofdweefsel met die haar wat als kussen dien, want dan wat jouw nek dan steunen, dan kon je met dat toeisel op je hoofd doen. Ja, die inkata ring die wordt gedragen, die wordt gebruikt om als basis voor die rolletje. En dan begint zij het om te vormen op die manier. Je kon niet je nek versieren met die dingen. Met de... Ja, dit is die koeienhuid wordt hier gebruikt voor die maak van een schild. En dan om die wapens af te leren. This is the war shield used by the warriors in our olden days when fighting to protect themselves. Het is typisch dan die drukken van de oorlogsstof, als de kindjes of de soldaten van vochten, dat is de grote raad. During those days there was no transport. So if the warriors have to take a long distance, they just roll their shields. The opening coming, just cut the rope to unroll the shield. De derde vier naast de rechter en op die manier kan het zo om een half maand voor het stof verschaft dan verstevig aan de stof en het vier vermoord dan waar aan jij dan vasthouden. Each warrior. So the shield has such decorations used as a protection. When the enemy attacks, the spear could go under the decorations like this and get stuck. The warrior takes the reserving one to stab his opponent again. Ja, zie. Je snapt het? Dat die decoraties het een functie. Dat als daar een andere spies op hem afgewerkt worden, dat hij dat kan keer. En dan grijpt hij het ook aan en dan heeft hij, dan kan hij zijn opponent wel op. Dan. The long stick. De lang stok om en dan die lang stok is om je op een eind weg te duwen en ja, dat beschermt je hand daarboven en dan heb jij een handje die andere stok waarmee je slaat. If one of them is bleeding, then they stop the game. Ja, dit is niet een agressief spel. Als je iemand passeert, dan is dit niet meer voor je sportmanschap. Dus een sport. Over there we have the young unmarried girls. Traditionally, the young girls do not cover their bodies because of this weather. They just put on those clothes. But normally, the short beaded skirts with bare breasts. Ja, die jonge meisjes die gaan ongekleed. Die borsten worden normaal bloot gedragen. Vandaag zitten we zo met dit aan, want het is koud. Maar hij leeft normaal in een korte rompje. Zeg je dit met kralietjes werk? Omslag, waar ik dat bedek en dan wat je weer met die kralen decoraties. So they use the ilala palm leaves and the grass to weave the baskets. Die specifieke type mandjes die hier stond is echt typisch. Het wordt van die ilala palmenblad gedoen. En dit is een zeer kunstwerk wat hier in Groenland dan. Waardoor je dit doen, ja. Ook schuus. Tent van die bier hebben. En dat is voedsel, was het ook drinkfest, dus het is goed. Ja, dit is bij ons en onze cultuur bieden je als eerste je gasten aan. Hier neem de gastvrouw en de gast hier eerste van om te tonen dat het goed is. Ja, dat je niet goed, ja. Vrouwen naar rechts. Nou, dit wordt zo, die mannen die doen die raamwerk van die hut, dus hoe de traditie is, hoe het binnen dan werkt. En die vrouwen die doen dan die dekbedekking, ja. The long pole is cut from the forest and fixed to balance the construction. Ja, die milk into the calabash. Daar is de kalp.
Deze is die Sangoma. Hij is dan die geneesheer van die zoals wij zeggen, die geestelijke en holistische geneesheer van die dorp. Ja. En de one over there is een Inyanga, de herbalist. Aan de andere kant hebben wij een Inyanga, hij is een kruidenspecialist. So both of them are the most important persons in our community at large. Ja, dit is twee zeer belangrijke manieren in enige gemeenschap. He was chosen by the spirits of his ancestors. Mens besluit niet, jij gaat een Sangoma worden, jij wordt geroepen. Dit is niet iets wat jij uit de keuze doet. Jij wordt door die voorouder-geesten aangezegd om een te worden. Je hebt, ja, Kirill. So he can tell your problems reading through the old bones, of the animals and the seashells before you can say anything. Ja. Als jij naar hem toe komt, dan word je toekomst, of nou, toekomst is het verkeerde woord, maar dan word je leven uitgelegd aan de hand van spullen wat hij met hem mee hebt. Dat is dan beenderen en dolossen en dingen wat hij uit die omgeving uit verzamelt. En any member within a family, girls and boys, men and women, can be chosen by the spirits. Hoe je gekies worden, dit wordt door de geesteswereld aan je geopenbaard. Zowat ik het zo weet, hoe jullie, als jullie onthouden. Je onthoudt het nu? Ja. Allemaal dat gezien daar zo, dat ze grote dikke rollen gelegd. Ja. Same thing applies here. He just put a little. And Inyanga, a medicine man working with the roots and the herbs from different trees, dried parts of certain animals and some plants to make medicines. Hij gebruikt dan die natuur om zijn middelen te voorzien en de preparaties van te maken. The knowledge that is passed over from father to son, while the medicine is, je krijgt die middelen van mijn leven. In die geval wordt die kunst oorgedragen in een mannelijke geslachtslijn. Met andere woorden, als jij een Inyanga is, dan word je zoon een Inyanga. Die kan wat je gebruikt wordt ook op die manier bewaard. Sending the maize cones to make a fine maize meal, then she can cook breakfast porridge. And over there is the food storage for the whole village. Spens daarachter, hè? Jullie snappen van die, dat die spens daarachter is. Dit is dan een maalsteen met een maalklip. The pits were introduced here and added in.